Op een gegeven moment zit daar een soort van chemische soep. Waardoor al die schakelingen niet meer goed gemaakt worden. Dat in zichzelf kan al leiden tot depressies. Want dat is wat ik toch wel van veel mensen heb gehoord de afgelopen tijd. Van, ik snap er geen bal van. Ik heb een leuk leven. Eigenlijk heb ik een leuke baan en ik heb een leuke partner en ik heb leuke kinderen, bij wijze van spreken. Maar ik voel me shit. Ik heb brain fog, kan niet helder meer nadenken. Ik voel me zo depressief als wat. Wat is er aan de hand? Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestalk. We hopen je met deze show te kunnen inspireren, wellicht iets bewuster te kunnen maken en een positief oplaadstation te zijn in deze bijzondere tijd. Vind jij het nou te gek wat wij doen? Steun dan onze stichting en bouw mee aan een mooie wereld. En bouw ook mee aan dit prachtige mooie mediaplatform. Want zonder jouw steun kunnen wij gewoon niet door. Klein, groot, het maakt niet uit. Maar dan kunnen wij samen met jou gaan bouwen. En vergeet natuurlijk niet deze video te delen met al je vrienden en familie, te liken en natuurlijk te abonneren op ons kanaal. Dankjewel. Ja, dan ga ik naar mijn gast, Fred Struik. Van harte welkom hier op de bank. Dankjewel, Tim. Ik voel mij vereerd. Nou, te gek dat je bent. Wij kennen elkaar al jaren. Jij was 8. Ik was een jaar of 8 inderdaad, dat ik mijn moeder bij jou bracht, denk ik. Ja, ja. Kun je misschien kort uitleggen aan onze kijkers, luisteraars, wat doe jij, wat je doet? Aha, ik ben officieel, althans zo sta ik geregistreerd, ja. Natuurgeneeskundige therapeut. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk dat ik probeer in samenwerking met mijn cliënten volgens natuurlijke weg allerlei klachten op te lossen. Mm-hmm. En dat doe ik inmiddels, bedacht ik mij, de laatste 33 jaar. Echt, hè? Ja. En hoe was dat voor jou in het begin om dit te doen? Lastig, want ik ben ooit begonnen als wat men noemde magnetiseur. Ja. Daar hangt altijd een heel stigma omheen van zweverij. Uiteindelijk blijkt, wil ik straks nog wel even op ingaan, dat het heel concreet is. Ja. Daar ben ik op jonge leeftijd mee begonnen, op mijn 24ste. En ik moet zeggen dat ik in de afgelopen 33 jaar de meest uiteenlopende mensen en klachten voor mijn neus heb gehad. Ja. Uitermate boeiend. En hoe kom je er dan bij om dan... hoe is dat gegaan, jouw reis, om daarmee te beginnen, et cetera? Dat begon eigenlijk niet zo'n mooie aanleiding. Ik werd op jonge leeftijd, op mijn 14e, werd ik gediagnosticeerd met een spierziekte. Hmm. En een groeistoornis. Waar eigenlijk geen medisch oplossing voor was. Ik heb in die periode, het begon eigenlijk rond mijn 12e, eerst met zware hoofdpijnen. Hmm. De enige oplossing die geboden werd, dat waren pijnstillers, zeg maar. Maar het werd erger en erger en ik kreeg steeds meer pijn in rug, in nek. Ik kreeg moeite met lopen, dat soort dingen. Mm-hmm. En dat was van de ene specialist naar de andere specialist. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En dan kom je er op pijnlijke wijze achter dat de medische wetenschap gewoon niet alle antwoorden heeft. Of eigenlijk maar heel weinig antwoorden heeft. En om daar af te komen, dus de prognoses waren somber. Er is letterlijk gezegd van binnen een jaar of 3-4 zal je wel in een rolstoel zitten. We kunnen je in een gipsbed leggen of we kunnen je rug fixeren. Dat was wat het ziekenhuis mij te bieden had. De angst sloeg mij natuurlijk om het hart. En ik moest toen een andere weg zoeken om daar vanaf te komen. Want ik kon niet accepteren in mijzelf. Ik denk, dit kan niet waar zijn. Hm. Dit kan nooit de bedoeling zijn van mijn leven. Ik had de mazzel dat mijn moeder, die is ruim 40 jaar verpleegkundige geweest, IC-verpleegkundige. Die had alles mis zien gaan in het ziekenhuis wat mis kon gaan. Dus die zei tegen mij, als jij dat anders voelt, dan staan wij achter je. Dus mijn ouders hebben mij heel goed gesteund. Maar dat had je al op vroege leeftijd dus al dat besef? Ja, ik voelde van dit klopt niet. En wat jullie mij vertellen klopt ook niet. En toen is een hele lange zoektocht aangebroken eigenlijk van hoe kom ik hier uit. Dus ik kwam in wat men noemt het alternatieve circuit terecht. Een proces van you name it, I did it. Mm-hmm. Dus het begon met fysiotherapie, chiropractie, manuele therapie, oefentherapie. Je kan zo gek niet bedenken, want ja, ik wilde van die klachten af. Mm-hmm. Ik was een van de eerste mensen in Nederland die behandeld werd met Touch for Health, de kinesiologie. Wat mij een hoop goeds gebracht heeft.
acupunctuur, noem het maar, homeopathie, paranormale geneeswijzen, die me ook een heel stuk op weg geholpen hebben trouwens. Mm-hmm. En uiteindelijk kwam ik terecht in trainingen, dojo-trainingen bij Japanse zenboeddhisten. Ja. En dat was een enorme doorbraak. Ja, dat was de grote verandering of zo? Ja, dat was de grote verandering, want je gaat dan 9 dagen intern in een dojo-training. En dat is martial arts en yoga en meditatie en voeding. En ik werd door de Japanners gewoon compleet binnenstebuiten gekeerd. Hm. Japanse kadaverdiscipline. Je doet wat je opgedragen wordt. Ze hebben ook, nou ja, een beetje lullig om te zeggen, maar weinig genade. Weet je, take it or leave it. Mm-hmm. Dus maar je kon dit wel fysiek toen wel aan? Nou, de eerste 3 dagen dacht ik dat ik dood ging daar zo. Ik denk, ja, ik moet hier weg. Maar toen was ik eigenlijk ergens doorheen. En dat was een fantastische, echt een fantastische beleving. Ja. En zij werken heel erg vanuit het, noem het maar, mind over matter principe. En toen dacht ik dat ik er was. Wat bedoel je dan met mind over matter principe? Zij hebben een heel groot inzicht in hoe het bewustzijn eigenlijk inwerkt op het lichaam. Ik heb onder andere Oosterse geneeskunde gestudeerd. En daar erkennen ze de emotionele factoren die wij ervaren als potentiële ziekteverwekkers. Hmm. Dus zij zijn zich bewust van de impact van, zeg, de emoties op het lichaam. Hmm. Ze kennen ook aan ieder orgaan een emotie toe. Ik heb dat in de praktijk heel vaak gecheckt. En in de regel kan ik stellen dat het wel klopt. Mm-hmm. In grote lijnen wat ze daarover zeggen. Kom je dan ook mee, is dat ook het gebied met waar acupunctuur dan ook mee te maken heeft? Ja, mogelijk. Je kunt acupunctuur of dat systeem, zeg het meridianenstelsel, voor verschillende doeleinden gebruiken. Ook voor psychische en emotionele klachten. Ja. Dus er zijn ook punten in het lichaam waar ik ook gebruik van maak die te maken hebben met trauma's of emotionele verdringing of dat soort dingen. Want dat slaat, trauma slaat dus op je lijf. Je zou kunnen zeggen dat je lichaam is per definitie, zou je kunnen zeggen, een informatiedrager. Dus wij bestaan, jij en ik bestaan voor uit ongeveer, de meningen zijn verdeeld, zeg 50 tot 100 biljoen cellen. Nou, dat moet je even op je in laten werken, want dat is een belachelijke hoeveelheid. Ja. Hoeveel is dat? Veel. Nou, al die cellen, die hebben ons DNA. Dat is een groot wonder, dat DNA. Daar begrijpen we eigenlijk heel weinig van. Maar iedere cel heeft eigenlijk de blauwdruk van jou als persoon in zich. Dus dat zegt 50 tot 100 biljoen keer. Als je DNA nader gaat bekijken, dan blijkt dat uit informatie te bestaan. En wat wij zichtbaar kunnen maken, wat lang niet alles is, is het aan eiwitgebonden informatie. En iedere cel bevat dat. En ik noem dat altijd de innerlijke intelligentie van het lichaam. Mm-hmm. Dat bevat informatie. En die cellen hebben dus ook een geheugen. En dingen kunnen letterlijk in het celgeheugen terechtkomen van mensen, als je het hebt over emotionele of traumatische shock. En er gebeurt van alles in de hersenen natuurlijk op zo'n moment. Als iemand een hele hevige stress ervaart, dan loopt dat zenuwstelsel letterlijk heet. Er kan gewoon kortsluiting ontstaan op zo'n moment. In de hersenen, in mm-hmm. het zenuwstelsel. Dat is heel wonderlijk hoe dat werkt in ons lichaam. En dit is ook allemaal met wetenschap, wordt het allemaal nu... Gedeeltelijk, ik wil daar even wijzen ook op het werk van Joe Dispenza. Ja. Die vind ik echt geweldig. Ja, dat is die. Ja. Ja. Omdat die heel helder is, vind ik, in de uitleg van wat is de invloed bijvoorbeeld van ons denken op onze lichamelijke gesteldheid. En wat hij of zij met zijn team doet, zij maken dus bijvoorbeeld heel veel hersenscans, waardoor je steeds meer wetenschappelijke onderbouwing krijgt van dingen die vroeger altijd naar het land der fabelen werden verwezen. Mm-hmm. Ja, dus ik zei daar net wat over. Ik heb zelf meegewerkt in Amerika aan wetenschappelijk onderzoek op het vlak van wat ze noemen energy healing. 3 wetenschappers van naam. Konstantin Korotkov, Russische wetenschapper. Dr. Gary Swartz van de Universiteit van Arizona. En Dr. William Tiller, die ik zelf heel hoog heb zitten, ook een fysicus. Die hebben hun nek uitgestoken en die hebben gezegd van wij zijn wetenschappers.
We hebben inmiddels doorgekregen dat het niet allemaal maar woe-woe-verhalen zijn, maar dat niet allemaal in de, weet je, in de schrijverij. Wat heel snel wordt neergezet. Wij zijn wetenschappers, wij moeten kunnen meten, we moeten kunnen tellen, we moeten kunnen reproduceren. Mm-hmm. Dus er zijn een aantal experimenten opgezet, uitermate boeiend. Waarbij bijvoorbeeld studenten van Gary Schwartz werden op allerlei apparatuur aangesloten. Alles wat je kon meten, hartslag, bloeddruk, longventilatie, hersenactiviteit. Die zaten met de ruggen naar ons toe. En dan werd er een van ons, als wat zij noemen, healers, werd aangewezen. En die moest dan iets doen met de betreffende student. En dan zie je dus keer op keer zie je al die meetapparatuur uitslaan. Dus je ziet veranderingen in het hersengolfpatroon, je ziet veranderingen in de bloeddruk, je ziet veranderingen in... Dus meetbaar en reproduceerbaar. En het fascinerende was dat we dat ook gedaan hebben met een testgroep die 300 kilometer verderop zat. En dat gaf exact dezelfde resultaten zonder tijdsvertraging. En dit is gereproduceerd, herhaald, vastgelegd. En dan kom je op het punt, als je zegt de wetenschap, ik vind wetenschap heel belangrijk. Maar als je heel eerlijk daarnaar kijkt, dan is die wetenschap uiteindelijk gekaapt door het bedrijfsleven en de overheden. En er is ook genoeg over gesproken en geschreven de afgelopen jaren van wetenschappers die als klokkenluider naar buiten komen en zeggen van ja, als ik als wetenschapper niet de gewenste data produceer, dan krijg ik gewoon geen geld meer. Want zo werkt dat spel. En wat dat betreft heb ik heel leuk werk, want ik spreek mensen uit alle lagen van de bevolking. Ja. Dus uit de wetenschap. Het zijn soms artsen of psychiaters of psychologen of de gewone man. Ik weet niet wat ik daaronder moet verstaan. Mensen uit de universitaire wereld, automonteurs, zeg het maar, alles. Mm-hmm. Ja. En ik heb boeiende gesprekken gehad, vind ik zelf, met mensen ook uit die wetenschappelijke wereld. Want wat mensen zich niet realiseren, dat is dat je als wetenschapper en onderzoeker ben je altijd afhankelijk van fondsen. En wetenschappelijk onderzoek is heel erg duur. Dat kost heel veel geld. En dat gaat over miljoenen en soms zelfs honderden miljoenen. En daar zitten investeerders achter. Met een bepaald doel? Ja, want investeerders kijken in de regel, zijn lang niet allemaal liefdadigheidsinstellingen. Die kijken gewoon van, oh, dat is interessant. Wat kan ons dat opleveren? Als ik zeg 10 miljoen investeer, ja, dan wil ik dat wel terug. Liefst wil ik er 20 miljoen voor terug. Ja, en daarmee zeg je eigenlijk dat bepaalde uitkomsten zouden niet wenselijk zijn voor het bedrijfsleven. Nee, ik heb een... Bedoel je dat? Ja, ik heb ook een familielid die in die wereld gewerkt heeft. En dat niet meer trok. Omdat die zei ronduit van ja... En dat was in de farmaceutische industrie overigens. Die wereld, ja, die zei ze manipuleren de boel. En wij doen onderzoek, maar als de uitslagen niet welgevallig zijn, wordt het niet gepubliceerd en we krijgen vervolgens geen geld meer. Ik moet berekeningen maken, maar ik krijg van tevoren aangeleverd hoe die berekening uit moet komen. Dus er wordt eigenlijk van mij gevraagd dat ik net zo lang goochel met cijfers en formules tot we het gewenste effect hebben bereikt. Nou, die persoon trok dat niet. Dat pleit voor de persoon. Die is wat anders gaan doen. Ja. Zei, ja, ik kan daar niet mee leven. Je kan daar bakken met geld verdienen. Maar ik lig er wakker van, bij wijze van. Ja. Ja. Dus eigenlijk zijn er gewoon dan, dat het onderzoek is gewoon eigenlijk gewoon lobby, zeg maar, voor de Big Pharma om er geld mee te verdienen? Ja. Veel onderzoeken worden gekocht. Ik wist dat vroeger ook niet, maar dan blijkt dat ze kunnen 100 keer een bepaald onderzoek doen. En 99 van die onderzoeken mislukken. Ze zijn niet verplicht om dat allemaal meer te geven. En dan zeg je, is dit wetenschappelijk? Met alle respect voor de wetenschap, want nogmaals, dat acht ik heel belangrijk. Maar als je alleen al kijkt naar het wonder van het menselijk lichaam, wat ik toch een beetje beschouw als mijn afdeling. Ik heb heel veel geleerd, heel veel gestudeerd op dat vlak. Want dat vind ik uitermate boeiend. Dat is mijn hobby. Ja. Ik kan nog wel 3 leven studeren, Tim. Dan weet ik nog steeds meer niet dan wel. Er staan mensen niet bij stil. Weet je, en Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar ik heb mij de afgelopen 3 jaar heb ik me helemaal wezenloos geërgerd. Ook over de zelfbenoemde virologen, die, ja sorry, toevallig een onderwerp waar ik verstand van meen te hebben. Ik heb ze de meest idiote wartaal uit horen slaan.
Maar iedereen hangt aan hun lippen, want daar staat viroloog. Mm-hmm. Niet wetende dat je met een korte bijstudie die titel kan verkrijgen. En dan vervolgens... Beeldvorming. Ja, je hebt alleen maar geschiedenis geleerd. En we hebben toch kunnen zien dat ze er geen bal van gesnapt hebben. Mm-hmm. Er is niks opgelost. Wat vond je meest ergelijke? Het meest ergelijke vind ik, en dit komt me duur te staan wat ik nu ga zeggen, maar dat maakt mij niet uit. De hele medische wetenschap beschouwt, lijkt het, nog steeds virussen als dode dingen. Als een stukje genetisch materiaal. Een virus is toch een levende entiteit. Een virus is een soort van cel. Een virus eet. En een virus eet niet zoals een bacterie met een mondje, maar een virus assimileert voedingsstoffen door zijn membraan. En dit vind ik in dit tijdvak een heel, heel belangrijk onderwerp. Er zit ook wel enige logica in. In de productie van vaccins gebruiken ze media om vaccins op te laten groeien. Ja, dat zijn in de regel bebroede kippeneieren, hondennieren, apennieren, muizenhersenen. Daar moeten die virussen op groeien. Waarom hebben ze dan die voedingsbodem nodig? Ja, dus ze assimileren voedingsstoffen. En hier wil ik wijzen op de informatie als gegeven door Anthony William, Medical Medium. Ik wil daar straks nog wel even op ingaan, als we tijd hebben. Ja. Heel in het kort even zijn verhaal. En ik weet dat mensen zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Nee, maar zijn boeken, laten we dat zeggen. Zijn boeken? Zijn bestsellers in Amerika. Hè. Ja. Volgens mij heeft hij ook heel veel volgers, zag ik volgens mij op Instagram, Medical Medium. Volgens mij zijn Celery Juice. Komt ook vanuit... Wereldwijd. Komt vanuit hem. Hè. Ik zie dat ook overal voorbij komen. Waarom ik hier zo stellig over ben, zal ik even toelichten. Ik zeg net, ik heb 33 jaar ervaring in het werken en behandelen van mensen. Ik ga mezelf even op de borst kloppen, heel onbescheiden. Ik ben daar succesvol in geweest, anders had ik niet 33 jaar kunnen bestaan in dat vlak. Maar ik heb een eikpunt. Ik heb dus, ik zie de resultaten voor dat ik met de principes van Anthony William Medical Medium begon te werken. En ik zie de resultaten nadat ik met die informatie ben gaan werken. En wat zie je dan? Ik verzeker je met de hand op mijn hart dat het werkt wat die man brengt. Ik ga het even toelichten, want voor heel veel mensen is het onbekend. Anthony William, op zijn vierde jaar, begon er een stem tegen hem te praten. Mm. Gewoon in zijn oor, zoals jij mijn stem hoort. Weet je, als hij dit doet, kan hij hem blokkeren, bij wijze van. En die stem heeft hem vanaf dat moment allerlei medische informatie gegeven over de mensen om hem heen. En ook hoe problemen op te lossen. En hij zegt zelf, 100% accuraat. Ik heb al zijn boeken gelezen, die hij tot nu toe heeft gepubliceerd. Ik ben er nog in één bezig, verbijsterend. En ik heb in al die jaren heb ik nooit informatie gezien die zo to the point is. Zo correct, maar ook zo helder een verklaring geeft over de problemen waar we in dit tijdvak mee worden geconfronteerd. Want het is niet gering wat er gebeurt. Nee, want wat zie je dan? Wat ik zie in de praktijk, en dat is eigenlijk wel de laatste 10, 15 jaar of misschien wel langer, een enorme toename van wat ik zou benoemen als neurologische klachten. En dan stuit je op de hersenen. En ik ben van mening dat wij, wij zijn under attack. Mensen zijn eigenlijk hele bijzondere en krachtige wezens. Moet je eens kijken hoe lang we overleefd hebben op deze planeet. Met alles wat er over deze planeet heen gegaan is. Mensen zijn in mijn beleving echt spirituele wezens, lichtwezens, die hier tijdelijk iets stoffelijks ervaren. En dan kom ik op wat ik benoem de ziel. Ik vind dat een mooi woord. Mensen kunnen ook zeggen hoger zelf of innerlijk wezen. Geef het een naam. Maar het is toch voor heel veel mensen duidelijk dat ze niet dat lichaam zijn, maar dat lichaam hebben. Dus ik zie dat lichaam als mijn tijdelijke verschijningsvorm. Ik manifesteer me hier via een lichaam en jij ook. Als ik hier zonder lichaam zou zitten, heb je niet veel kans dat je me zou zien. Sommige mensen zien dat. Ja. Die ziel die heeft aangrijpingspunten, zou je kunnen zeggen, op dat lichaam. Dus ik word geboren, ik ben bezield. Op het moment dat ik doodga, dan verlaat, zou je kunnen zeggen, die ziel het lichaam. Mm-hmm. Daar wil ik dadelijk nog wat over zeggen, omdat jij vroeg hoe kijkt de wetenschap daarnaar. Mm-hmm. Nou, er zijn wat in de scientific community dan geflipte wetenschappers worden genoemd, maar die hebben daar onderzoek naar gedaan. Die hebben met een licht fotoon een emissiemeter gekeken van wat gebeurt er als iemand sterft. En op het moment dat iemand sterft, verlaat heel veel licht het lichaam.
Dat kunnen ze dus zichtbaar maken, hè, met een lichtfotoon en een emissiemeter. Ooit heeft Frits Pop als wetenschapper gezegd van, ons menselijk DNA zendt licht uit. Nou, toen werd hij door de wetenschappelijke wereld werd hij gewoon... Kop eraf. Ja, kop eraf. Hij werd belachelijk gemaakt. Totdat een briljante student van hem een lichtfotoon en een emissiemeter in elkaar schroefde. En dus kon aantonen van, hey, ja, wij zenden licht uit als mens. Ons DNA geeft lichtpulsen. En maar terugkomend op de ziel. Mijn ziel gebruikt mijn lichaam hier om mij hier te manifesteren. Maar die ziel die moet ook een soort aangrijpingspunt hebben op dat lichaam. En de hersenen zijn het meest belangrijke aangrijpingspunt. Je zou kunnen zeggen dat dat het controlepaneel is van de ziel. Ik laat even een stilte vallen, want dit zal voor veel mensen niet helemaal goed vallen wat ik hierover zeg. Maar wat gebeurt er nu in deze tijd? Wat ik constateer aan neurologische klachten. Wat gebeurt, Tim, is dat wij vergiftigd raken of belast raken met zware metalen. Het is aluminium, het is koper, het is gewoon metalen, barium, chromium, koper, kwik. Kwik is een hele belangrijke. Dat gebeurt op nanoniveau of nog kleiner, octaniveau. Je zou kunnen zeggen, submicroscopisch niveau, krijgen wij zware metalen binnen. Het zit in herbiciden, pesticiden, fungiciden, het zit in parfums, het zit in luchtverfrissers, het zit in chemtrails, het zit in, het regent op ons neer. Dat is een van de belangrijkste factoren. Het zijn nanodeeltjes of zelfs nog kleiner die in ons systeem terechtkomen. Nanodeeltjes en kleiner die doorbreken onze bloed-hersenbarrière. Dus die deeltjes komen in de hersenen terecht en in het zenuwstelsel terecht. Je hersenen en je zenuwstelsel zijn een elektrisch systeem. En daar loopt elektriciteit door. En eigenlijk is het een soort netwerk. Het is een netwerk. Ja, het zijn miljarden neuronen. Ja. Die hersenen, dat is een wonder in zichzelf. Ja. Maar die elektriciteit in onze hersenen en zenuwstelsel is geladen met informatie. Het is net als je mobiele telefoon. Alleen is een telefoon een hopeloos primitief instrument in vergelijking met onze hersenen. Dat is zo complex dat we daar nog heel weinig van weten. Maar ja, dat zijn dus miljarden neuronen die elektrische impulsen uitwisselen. Daar is Anthony Williams, Medical Medium, en ook die nieuwe boeken van hem zijn daar bijzonder helder in en bijzonder duidelijk in. Dus ik heb hier mijn neuronen, dit is mijn zenuwstelsel, dat zijn mijn zenuwen, hier mijn neuronen, zo ziet dat er ook ongeveer uit. En daar worden elektrische impulsen uitgewisseld. Het zijn eigenlijk een soort mannetjes en vrouwtjes op laptops die elke keer informatie naar elkaar doorsijnen. Ja, er komen metalen op onze neuronen. Of er komen metalen tussen onze neuronen. Dus er komt een elektrische impuls. Er komt een blokkade. Dat stuit op een metaal. Dat kan op de uiteinden van onze zenuwen zitten, op de neuronen. Bedenk wel nanodeeltjes, een miljoenste van een millimeter. Of octa, heel, heel piepklein. Maar ja, er komt een impuls geladen met informatie. Die wordt gewoon afgebogen. Of hij wordt veranderd. Hij kan niet meer goed doorgegeven worden. Want de overdrachtstoffen in onze hersenen, onze zenuwen, de vloeistoffen in onze hersenen, die horen schoon te zijn. Die moeten helder zijn. Maar dat zijn ze niet meer. En jij zegt dat dit bewust is dat we... Ik beweer dat. Ik hou dat ook staande. Wij worden bewust, opzettelijk vergiftigd. Met welk doel? In het Engels zeggen ze heel mooi, they dumb you down. Mensen zijn spirituele wezens. Ik noem net het aangrijpingspunt van de ziel. Ik zou kunnen zeggen, het onlicht of het kwaad in deze wereld is als de dood. Dat wij als mens doorkrijgen wie en wat we zijn. Mensen zijn tot geweldige dingen in staat. Dat blijkt ook in deze tijd, vind ik. Als je ziet, Univibes is er een voorbeeld van, vind ik echt. Wat er ineens allemaal ontstaat vanuit een bak ellende. De veerkracht van mensen. Maar wij worden onderdrukt daarin. Jammer maar helaas. Er is gewoon een bepaalde groep mensen in deze wereld die meent alles voor ons te kunnen bepalen. Die willen controle. Dit heeft te maken met mind control. Het vertroebelt je denken. En je vroeg, wat constateer jij in de praktijk? Tim, dat breekt je hart. Ik schiet gewoon vol als ik het erover heb. Want ik zit tegenover jonge mensen, met hele ernstige klachten. Vooral wordt afgedaan als psychische klachten.
Ze hebben angstgevoelens, ze hebben paniekaanvallen. Ze zijn doodmoe, ze hebben onverklaarbare pijnen. Tot en met hallucinaties. Dat is wat ik voor mijn neus krijg. Deed het de goede orde, Fred. Je hebt het ongelooflijk druk in je praktijk. Het is, nou, is het, ik heb het druk. Ja. Nou ja, maar in de zin van, is het ook nu heel erg van nu? Ik heb daar een toename gezien, of ik zie een toename, hè, want dit wordt onderschat. En ik vind het niet een leuk verhaal, maar het is wel waar. De toxische belasting is in dit tijdvak gewoon heel hoog. Ik heb het nu even over metalen, hè, maar het is ook PCB's. Hardmakers, weekmakers in plastic. Moet je eens kijken wat ze in voeding stoppen. De voedingsindustrie. Er worden stoffen in voedsel gestopt die veilig verklaard zijn, maar dat absoluut niet zijn. Dat zijn stoffen die officieel gelabeld zijn als wat ze noemen excitotoxins. Het woord zegt het al. Het haalt je zenuwstelsel en je hersenen overhoop. Het is mononatriumglutaminaat bijvoorbeeld. Omdat ze weten dat het schadelijk is, wordt het onder 9 verschillende benamingen toegevoegd. Ik ken ze, ik weet die benamingen, want ik vind dat ik dat moet weten. Maar de gemiddelde consument weet dat natuurlijk niet. Nee. Het vormt pockets in de hersenen, het vormt pockets in de leden. Het blijft daar zitten. Het gaat er niet uit als je geen maatregelen treft. Dat is met metalen ook zo. Dus jij zegt dat eigenlijk worden we vergiftigd. Ja. Ook met voeding. Ja. En door alle andere stoffen die we binnenkrijgen. Om eigenlijk die verbinding van ons eigen zelf. Misschien wel de je ware potentie. Of hoe moet ik het zien? Of, ja. Dat we daarvan afgesneden worden? Wij zijn daarvan afgesneden. En dit is ook nog wel wetenschappelijk te onderbouwen. Je hoeft alleen maar naar DNA te kijken. Wij gebruiken maar een heel klein deel van ons DNA. Nou had de wetenschap besloten in de tijd van ja, de rest is junk. Het is afval van de evolutie. Moet ik om lachen, dat soort dingen vind ik echt komisch. Ja, nee, is afval van de evolutie, heb je niet meer nodig. Ja, dat is dus niet waar. Wij gebruiken het niet. Het ligt stil. In 2007 werd dat geloof ik ontdekt, dat DNA wat er stil ligt in bepaalde situaties ineens actief kan worden of een deel ervan. Dus stel dat mijn theorie juist is. Ik zeg van ja, maar we zitten nog niet eens op de helft van ons potentieel als mens. Wij zijn afgesneden, wij zijn geblokkeerd, wij zijn afgesneden van onze oorspronkelijke vermogens. Is het wel anders geweest? Ja, ik denk het wel. Als je verder terugkijkt, en dan niet de geschiedvervalsing die we leren, maar naar hele heldere geschiedkundigen, bijvoorbeeld J.J. Hurtak, de schrijver van The Keys of Enoch, Book of Knowledge. Een zeer hoogbegaafde mens, zeer bescheiden. Die zegt van er zijn beschavingen op deze aarde die al meer dan 30 jaar, beschavingen van meer dan 30.000 jaar geleden. Die heel hoogstaand waren. Nou, de piramides kent iedereen. Nou, dat vind ik wel grappig iets zeggen, want er is nu ook een Netflix-serie, volgens mij de Ancient Apocalypse, volgens mij. Dat, ja. Inderdaad, die man, de wetenschap, die ook helemaal eigenlijk kapot is, werd gemaakt. Want die laat zien, kijk jongens, wat we hier nu allemaal vinden, ook met de huidige wetenschap, wat ze kunnen doen, vinden ze allemaal eigenlijk extra lagen die veel verder gaan dan wat eigenlijk de wetenschap altijd zei. En ook, je ziet inderdaad de piramides in Kroatië en Bosnië, volgens mij overal. Dus dat het veel ouder is dan dat we eigenlijk denken of geleerd hebben of wat dan ook. Ja. En het wordt steeds pijnlijker duidelijk dat het niet de bedoeling is dat wij alles weten. Waarom? Ja, als we dat weten, als mensen ontdekken, Tim, wie en wat ze werkelijk zijn, dan is het met de machthebbers gewoon gedaan. Dan is het gedaan met ze, want ik heb zelf niet het recht om mijzelf boven iemand te stellen. En daar heb ik ook helemaal geen enkele behoefte aan. Ik vind dat ook een vreemd concept. Ik vind dat een heel vreemd concept. Ik bedoel, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar wij krijgen natuurlijk van jongs af aan een soort autoriteit boven ons hoofd. Ik weet dat dat gedeeltelijk nodig is. Maar een autoriteit die alles voor mij bepaalt. Mm-hmm. Hoe laat ik op moet staan, wanneer ik naar de wc mag, wanneer ik mag eten. Op school gaat het lekker verder. Dit moet jij leren. Nou, dat was voor mij een heel lastig concept. Voor mij ook. Even velen met ons, volgens mij. Ja, ik vind dat heel... Mijn zoon van 10, die na de vakantie... Ik moet hem wakker maken, 's ochtends. Hij wordt van, ik wil niet naar school. Ik zei, nee, jongen, dat snap ik. Dat snap ik. Maar je moet het spel nu even meespelen. We gaan straks kijken hoe we dat oplossen. Mm-hmm. Ja. Zie je daarin ook wel... maak misschien een heel klein bruggetje. Daar komen we misschien straks over terug. Maar dat daar wel nu ook... Dat afbrokkelt als in... Dat daar ook nieuwe wegen komen. Ja,
Ja, en wat dat betreft, heel veel mensen zijn somber op het moment. Ik ben eigenlijk bijzonder opgetogen over wat er gebeurt. Ja? Ja. Ik kijk dan even voor het gemak, hè. Even naar mijn eigen proces vanaf mijn 14e en omdat ik op mijn 24e begon om mensen te behandelen, energetisch. Mm-hmm. Ja, ik was toen per definitie voor de meeste mensen gewoon een idioot. Weet je wel, Pieper de Clown. Ah, dat is een zweverij, man, dat is flauwekul. Ja, dat lijkt me ook best lastig om daar in instantie mee om te gaan. Dat vond ik heel lastig, maar ik voelde wel van binnenuit, je moet dat doen. En het bleek dat mensen daarmee geholpen waren. Mm-hmm. Ik heb ook wel gevoeld van binnenuit, ja, jongens, lach maar. Weet je wel, lach maar. Het is niet leuk om mee om te gaan, maar lach maar. Mijn tijd komt wel. Ja, dat is nu, Tim. Het is nu onze tijd, hè. Want dat was waar je net naar vroeg, naar het wetenschappelijke effect. Die wetenschappers die ik benoem, wat niet de eerste de beste zijn, die komen met meetresultaten. Ze komen met reproduceerbare resultaten. Ik heb ook meegewerkt aan een aantal van de intentie-experimenten van Lynn McTaggart. Met Konstantin Korotkov, onder andere. Waarbij Korotkov in Rusland zat, Sint-Petersburg, en wij in Los Angeles. En dat wij aantoonbaar de energie in de ruimte waar de meetapparatuur van Korotkov stond in Rusland ingrijpend konden veranderen. En dan heb je het over het elektrostatische, elektromagnetische veld. En kom je dan op het punt van dat alles is energie? Ja. En vooral ons bewustzijn. Ja, dit vind ik ook heel interessant, want jij hebt ook lezingen eigenlijk ook gegeven over de hele wereld. Ik heb lesgegeven. Lezingen. Lesgegeven? Ja. Misschien is dat goed. Je hebt lesgegeven over de hele wereld, ook op dit vlak. Ik heb je ook een keer een lezing zien geven over de kracht van ons bewustzijn. Fantastisch. Tim. Ja, dat is zo ook de tijd waar we naartoe gaan. Ja, maar dit is de tijd waar we naartoe gaan. Ik word gelijk waar. Ja, dat is mooi. Ja, omdat ik zeg net, ik kijk over een periode van ruim 30 jaar. Eigenlijk langer, maar dat. En dan denk ik van, fantastisch wat er gebeurt, man. Moet je eens kijken, de afgelopen 3 jaar, hoeveel mensen er bewust zijn geworden. De afgelopen 10, 12 jaar, hoe ik het publiek heb zien veranderen wat mijn hulp zoekt. Dat je ineens toch wel vaker tegenover artsen zit, of zelfs psychiaters zit. Of mensen die grote bedrijven leiden, of die doorkrijgen van, oh, wacht even, of stuk gelopen zijn in de medische wereld. En laat ik even benadrukken, er zijn een aantal dingen waar onze medische wereld gewoon heel erg goed in is. Mm-hmm. Als er acuut en ook met de juiste intenties. Natuurlijk. Het zijn niet de artsen. Het is het systeem waarin ze moeten werken. De meeste artsen doen gewoon hun best. Maar in mijn beleving worden ze niet voorzien van de juiste informatie. Ik heb het zelf aan mijn lijf, ik heb het aan den lijve ondervonden. Maar ook in de gesprekken die ik heb gehad met artsen, daar zijn dingen die wat mij betreft elementair zijn aan de geneeskunde, die zij niet leren. Mm-hmm. Ik krijg ook vragen uit dat vlak. Ik heb daar ook wel eens met een arts over gepraat, die vroeg iets over een van zijn kinderen. En ik leg hem iets uit, wat ik zeg tegen hem, ja, je hebt ook neuroanatomie gehad. Dus ik leg hem iets uit over de werking van het zenuwstelsel, waar ik net wat over zei, die zware metalen. Hij zat zo naar me te kijken. Zo. Dus ik stop. Ik zeg, klinkt het logisch wat ik zeg? Hij zegt even stil, ja. Hij zegt, eigenlijk klinkt dat heel logisch. Ik zeg, zou het dan niet waar zijn? Ja, zegt hij, ja, maar ik heb er nog nooit wat over geleerd of gelezen of gezien. Nee, en hoe kan dat? Want ook wat vroeger toch ook wel, wat nog wel artsen et cetera meekregen over natuurkundigen of wat natuurkrachten, wat dan ook, of medicijnen. Dat is op een gegeven moment, is dat toch helemaal, dat krijgt men toch nu niet meer? Nee, dat wat je kon vroeger ook op universitair niveau homeopathie of natuurgeneeskunde studeren. Ja. Maar dat is denk ik voor veel van de kijkers van Univibes inmiddels wel bekend. Mm-hmm. Dat is dat de Rockefellers en de Carnegies de universiteit hebben opgekocht. En dat is wat nog steeds gebeurt, want de John Hopkins Universiteit die blijkt van Murdoch te zijn. Murdoch is een mediamagnaat. Wat moet hij met een universiteit? Nou, Harvard is van. Wat moet hij met een? Ik stel de vraag: wat moet hij met een universiteit? Als jij controle krijgt over de informatie die verstrekt wordt, dan controleer je iemand zijn perceptie, zijn waarneming. Mm-hmm. Ik ben en jij ook, we worden toch volgestopt met flauwekul over hoe die wereld werkt. Dat is toch de afgelopen tijd wel pijnlijk duidelijk geworden, ja, of niet? Ja, ik moet er gewoon om lachen. Ja. Het moet hier niet gekker worden, jongens. Ja. Ja.
wat voor onmogelijke onzin eruit gekraamd wordt. Waar steeds meer mensen ook door. Ja, het zal wel. Nou, dat is het punt. Het is natuurlijk heel bizar dat voor mij ook. Ik kom natuurlijk ook uit de mediawereld. Waar ik ook. Ik hou van acteren, zingen en presenteren. Maar als ik dan de laatste jaren zie dat het zo één richtings. Wat de grootste media. Snap je? Als in, ja. Waarom iets waarom mocht er geen, ja. Nou, waarom mocht er überhaupt al geen vraag gesteld worden? Dat is toch al, dat vind ik al bizar. Dat zo mensen werden afgezet die alleen al vragen durfden te stellen. Ook artsen, en los van mij, maar ook gewoon artsen die gecensureerd werden van Facebook, van LinkedIn. Wat gedreigd werden om licenties gewoon af te pakken. Wat dan ook. Het is. Ja, ik moet er even inhouden om nu niet. Nee, je moet er juist niet inhouden. Nee, maar dat is toch ongekend? Ongekend, ja. Ja, dus er wordt een verhaal neergezet, en dat is heel pijnlijk gebleken, wat dus waar niet aangetwijfeld mag worden. Dit is wat het is, en als jij iets anders denkt, dan word je acuut afgeserveerd. Ja. Ik heb het daar met een medicus over gehad, die eerst boos was wat ik zei over dat COVID gebeuren. En uiteindelijk was die om, want hij heeft me ook gevraagd, kun jij mij dan iets sturen waarvan jij denkt dat het onderbouwd is? Dat heb ik gedaan. En die kwam bij me terug na enige tijd. En hij was, je zou kunnen zeggen, we zeggen dan wakker geworden. Toen heb ik hem gevraagd, ik zeg, hoe komt het dat jij ineens zo wakker bent? Toen zei hij, dat komt door jou. Ik zei, nee, niet helemaal. Nou, hij zegt, weet je, ik kom uit die wereld, zei hij. En als er geen consensus is in de medische wereld over iets, dan wordt daar heftig over gediscussieerd. Dat gaat hart tegen hart. Hij zei, maar hier is geen discussie mogelijk. Ik ben alleen maar geblokkeerd en weggezet. Ja, dus ja, er is een kleine groep mensen in de wereld, dat blijkt, daar hoef je niet heel veel onderzoek voor te doen, die voor de rest van de mensheid meent te kunnen bepalen wat wij wel of niet mogen, of wat wij moeten, of wat wij dienen te geloven. Ja, maar Fred, als je dit zegt, dan wordt nu ook in de politiek hard geroepen. Dan zijn wij complotdenkers en alle labels worden erop geplakt. Ja, dat weet ik, ja. Ja. Maar ik moet lachen, omdat, zo vroeg jij net, is het niet moeilijk om op zo'n jonge leeftijd? Ja, dat is moeilijk, want je wordt gelabeld. Ja. Maar het heeft mij niet weerhouden en het heeft jou ook niet weerhouden, Tim. Want jij hebt ook je nek uitgestoken. En jij, veel, veel meer dan ik, ben jij een publieke figuur. Ja, ja. Je hebt het om je oren gehad. Hè? Ik heb alles meegekregen, van het begin af aan. Ja, we hebben regelmatig al even contact erover gehad. Dat is niet eenvoudig. Nee, dat is ook. Het is nog niet eenvoudig. Nee. Maar, en zelfs nu, omdat je een medium als YouTube gebruikt, merk ik dat ik onwillekeurig hier en daar oplet wat ik zeg. Want anders moet je het eruit knippen. Ja. En dat is ook goed trouwens, maar wat ze heel duidelijk willen, en dat is inmiddels ook helemaal geen complot meer, tenminste ik kan het niet zo, of theorie meer, ze willen overal controle over hebben. Een kleine groep mensen die voor de rest meent te bepalen, omdat ze zich blijkbaar superieur voelen. Dit is wat jij mag en dat is wat jij moet. En als je het niet doet, dan. Nou ja, blokkeren we de ingang gewoon tot sociale gebouwen. Of we blokkeren je rekening. We blokkeren je toegang tot je financiën. Ja. We hebben nu natuurlijk ook gespeeld met de CBDC's of wat dan ook. Maar. Ja. Dus dat is. Ja, het is. Ja, maar als je daar zo naar kijkt, en dat is voor mij natuurlijk. Het is niet nieuw wat je natuurlijk zegt. Maar het is wel gewoon voor veel mensen. Als dingen natuurlijk ook wel mee zitten. Het is eigenlijk zo bizar. Dat je hebt, we hebben over de voedingsindustrie of de big pharma of media. En laten we het dan nog niet eens hebben over het financiële stelsel. Ja, Tim, ik ga even interrumperen. Want uiteindelijk blijkt, hoef je ook niet heel veel studie voor te doen. En dat hebben gelukkig andere mensen voor mij gedaan. Dat wat jij allemaal benoemt, allemaal onder één parapluutje blijkt te vallen. Ja, dus als je door gaat zoeken... dan zie je dat al die grote, noem het entiteiten, weet je wel, verzekeraars, de universiteiten, de toezichthouders, die we niet hebben natuurlijk, de voedingsmiddelenindustrie, alles, onder één paraplu valt. Eigenlijk bestuurd wordt door dezelfde mensen. Dat hebben ze heel handig gedaan. En dit is het tijdvak, want nogmaals, ik ben opgetogen. Je ziet een enorme, enorme opleving in het bewustzijn van mensen. Hoe kan dat? Er is een shift. Een energy shift. En ik praat met stelligheid, maar in mijn werk heb ik, dat weet jij, connectie ook naar andere dimensies.
2012 is een enorme omslag geweest in de energie. De aarde in zijn totaliteit is eigenlijk een, wij bewegen ook door het universum, in een andere energie, andere frequentie geraakt. Dat is absoluut, dat is zo bijzonder wat nu gebeurt. Ja, dat gaat in cycli van 26.000 jaar. Mm-hmm. Dus die aarde maakt ook een reis door het universum. En nu zijn wij voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, of van deze planeet, zijn we met de hele planeet en de mensen erop eigenlijk in een ander energieveld geraakt. Dat verandert de frequenties. Dat verandert de energie. En dat doet heel duidelijk iets met ons bewustzijn. En dit is ook al heel vaak beschreven, hè? Ook in geschriften, et cetera. Ja. Dit is ook aangekondigd. 2012 had ik bijvoorbeeld wel ook veel bezorgde cliënten die ervan overtuigd waren dat de wereld zou vergaan. Ja. Nou ja, ik ben een oude man, dus ik had dat vergaan van de wereld al 100 keer gehoord. Dan zou dit en dan zou dat en dan zou zus en dan zou zo. Volgens alle oude voorspellingen hadden wij onszelf weer opnieuw als mensheid moeten vernietigen. Dat hebben we niet gedaan. Dus nu maken we die shift. Waarin dit is de grootste verandering die de mensheid ooit heeft ondergaan. Dat hou ik ook staande. Er is een enorme omschakeling in bewustzijn. Door die verandering in frequenties, ik had het net even over DNA, kan er ook DNA worden geactiveerd. Wat gaat dat doen met ons bewustzijn? Mm-hmm. Als we nu op 30-35% functioneren, wat gaat er gebeuren als we op 40-44% terechtkomen? Wat gaat dat doen met ons bewustzijn? En dat zie je nu heel erg. Ik zie dat gebeuren. Ja, ik zie dat gebeuren. Ik zie zo'n opleving van spiritualiteit. Van mensen die ineens doorkrijgen van ja, maar dat klopt allemaal niet. Ik heb altijd dit geloofd, maar het is helemaal niet waar. Zeg maar de zittende macht. Laat ik het heel simplistisch weergeven. In die verandering van frequenties is er heel, heel veel licht op de planeet. Er is nog nooit zoveel licht geweest als nu. Die duistere structuren, die berusten op onderdrukking en uitbuiting en angst, die worden ineens in het licht geplaatst. Er schijnt ineens licht op. Dus daarom komt ook alles shit wat je... Ja. Want dan zeggen mensen, ja, maar het is één grote bende in de... Ja, ik zeg, ja. Ik zeg, maar dat was al. dat was nooit anders. Dat is niet van de laatste week. Nee, dat is niet van de laatste paar jaar. Zo hebben die structuren altijd gefunctioneerd. Klein groepje mensen die alles bepaalt voor de rest. En met angst, vooral met angst, regeert. En nu zie je ineens, dat wordt in het licht. Heel veel mensen gaan het zien. Dat onlicht, dat voelt dat. En die slaan vernietigend terug. Met alles wat ze hebben, proberen ze ons... in dat systeem te houden. Nou, een van de dingen die daarvoor noodzakelijk is, is bijvoorbeeld het ervoor zorgen dat onze hersenen niet goed werken. Dat ze onze perceptie kunnen controleren, onze waarneming kunnen controleren. Mind control. Ja, zware metalen in de hersenen, niemand ontkomt er nog aan. Die doen iets met het elektromagnetisch veld van onze hersenen. Ze doen iets met de informatieoverdracht. Neurologische klachten. Heel veel mensen gaan dit herkennen, wat ik zeg. Concentratieproblemen, brain fog, tintelingen in het lichaam, mysterieuze pijnen, depressies, angstgevoelens, paniekaanvallen. Tim, we hebben 3 miljoen mensen in Nederland die geregistreerd zijn als... burn-out. Ja, burn-out. Ja, precies. Onze lichamen staan zo onder druk. Dit is niet hopeloos, wil ik nu even benaderen. Want nee, oké, maar denken het is wel gaande is. Het is wat echt waar is. Onze lichamen moeten zo hard werken. Die verbruiken, het is net een auto die je harder laat rijden. Dan moet je toch echt eerder gaan tanken en je oliepeil in de gaten houden. Dit is een mooie, Fred, want we hadden het ook over... Ik wil er ook een voorbeeld aanhouden uit eigen ervaring. Ik ben ook een keer echt flink ziek bij je terechtgekomen. Je hebt het toen ook op een Anthony William heet deze man, ja. Dr. Anthony William. Het is geen dokter. Oké, Anthony William, maar je hebt mij wel op het dieet gezet van hem, zeg maar. Ja. Hoe je maar wil noemen. Ja. Dat heeft ook enorme impact toen gehad. Ja. Ook hoe snel ik anders ging voelen. Is dat dan ook iets inderdaad wat je net zegt over dat oliepeil en over die auto, wat we zelf zouden kunnen doen? Nou, het gaat vooral uiteindelijk over wat we zelf zouden kunnen doen. Want ik constateer eerst, ook als antwoord op jouw vraag, van wat gebeurt er in jouw optiek? Dit gebeurt er in mijn optiek. En het is serieus waar we mee geconfronteerd worden. Het breekt je hart als je zoveel jonge mensen ziet
Dat doet echt wat met je. Ja, dat vind ik echt erg, want dat hoort niet zo te zijn. Ze bellen me soms op, weet je wel, in paniek van wat moet ik doen? Ik kan niet eens, als ik een avondje ga stappen, ben ik, ik ben de rest van de week gewoon uitgeschakeld. Tim, ik ging gerust een weekje door. Ja. Ja. Niet handig, maar wel heel leuk. Ja. Ja. Je bent jong. Je moet toch leuk, je moet gekke dingen doen, man. Maar ze kunnen het niet meer. Je ziet niks aan ze, uiterlijk gezien. Je ziet het niet aan de buitenkant. Ja, je ziet er goed uit. Ga dan naar de dokter. Ga dan. Ja, daar zijn ze al tig keer geweest. Die stuurt ze weer naar huis. Die weet niet wat er aan de hand is. Dit kun je de artsen niet kwalijk nemen. Ze worden niet in deze materie opgeleid. Ze weten het niet. Denk niet dat er voorlopig geld uitgetrokken gaat worden voor het onderzoek naar zware metalen. Want het zit in heel veel medicatie. En vergis je niet, dit is geen aanklacht tegen artsen, absoluut niet. De meesten doen gewoon hun best. Maar jij gaat naar de universiteit, je bent jong, en dan denk je van, maar daar ga ik leren. Weet je. En ik heb dat van een arts zelf gehoord, die zei tegen mij, hij zegt op de universiteit heerst wel die sfeer van, wij zijn wetenschappelijk, wij zijn de top en de rest is flauwkul. Ze zijn overbelast in hun studie, ze zijn overbelast in hun kooschappen. Ik zei tegen die arts ook, ik zei, ja luister, jij krijgt je informatie maar uit één kanaal. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk zeg je, we zijn heel veel verleerd. Heel veel afgeleerd. Afgeleerd. Ja. En het is je Flexner Report noemen ze dat, waarin heel duidelijk beschreven wordt hoe de Carnegies, de Rockefellers eigenlijk universiteiten hebben gekocht. Ze hebben gesponsord met honderden miljoenen, zowel in Amerika als Europa. En vervolgens hebben gezegd van, we geven zoveel geld, jullie hebben er vast geen bezwaar tegen dat we hier een commissaris aanstellen. Die kijkt of dat geld wel goed besteed wordt. Dus don't bite the hand that feeds you. Dat is wat heel sterk gebeurt. Laten we het hebben over de oplossing. Ja, want ik ben ervan overtuigd dat iemand, wat heel heel bijzonder is, als medical medium, Anthony William, dat hij ook speciaal voor dit tijdvak hier is. Ik wil er even bij vermelden, ik zou niet graag met hem willen ruilen. Want hij heeft continu wat hij noemt SOC, Spirit of Compassion. Dus hij was 4 jaar oud, dan begint iemand tegen je te praten die je niet ziet. Maar je hoort hem de hele dag in je oor. Hij vertelt je de hele dag over hoe de medische toestand is van je omgeving. En wat ze er eventueel aan kunnen doen. Onvoorstelbaar. Hij heeft vanaf zijn 12e, 13e jaar praktijk gehouden. Ingeroepen door artsen, ingeroepen door chirurgen. En vervolgens willen ze hem niet horen. Ja, maar dat kan toch niet, want hij heeft geen enkele medische opleiding. Nou, mensen, ik raad je aan, lees een keer een boek van hem in je mond. Goed om het noemen. Open. Ja. Want het is, hij zegt ook heel eerlijk, ik ben nooit naar school geweest ervoor. Dit is niet mijn informatie. I can't take the credit for this. Ik schrijf alleen maar op wat hij tegen me zegt. En ik zei het al eerder, ik ben er heel enthousiast over. Ik heb het aan de lijve ervaren, want ik ben een aantal jaren geleden ook heel erg ziek geworden. Ik wist niet wat het was, tot een collega van me zei van, je hebt een Epstein-Barr-virus in je systeem. Toen had ik eindelijk klik. Ik denk, en toen kwam ik op die informatie van Anthony William terecht. Ik weet hoe het voor die tijd was en ik weet wat er met mij gebeurd is. Ik zie wat er met mijn cliënten gebeurt als ze het op kunnen brengen. Wat wil je net zeggen? Het is best wel. Het is ingrijpend en het staat haaks. En dit is, en ik zeg dit ook vanuit mijn andere achtergrond als natuurgeneeskundige. Hij krijgt heel veel tegenwerking uit juist de alternatieve wereld, omdat hij de vloer aanveegt met allerlei natuurgeneeskundige theorieën die niet kloppen. Ik heb het ook bij collega's van me gezien die in eerste instantie gewoon boos worden, omdat ze niet meer die schakeling kunnen maken van, oh shit, ik wist dit niet. Ik heb in het verleden ook onbedoeld mensen ook geen goede adviezen gegeven, waarvan ik dacht van, ja, maar zo moet je dat doen. Sorry mensen, dat heb ik ook gezegd van, sorry, maar ik wist het niet. Maar ik ben heel blij dat we nu de volgende stap kunnen zetten. En lees dit, onderzoek dit. Ik heb daar vaak een beetje een sturende functie in. Of soms ben ik de stok achter de deur, dat weet jij ook. Gaat Fred weer aan mijn kop zuigen. Wat gaat met je voeding, Tim? Ja, je op dat je bleekselrijst zo drinkt. Ja, papa. Maar ja, echt. Want welke verschillen zie jij bij mensen die dit wel doen? Klachten waar ik vroeger weinig invloed op had en ook altijd eerlijk over was. Dus we kunnen dit, we kunnen dat. Maar die zie je verdwijnen.
Het gaat veel sneller. Mm-hmm. Je ziet al... Omdat je dus de zware metalen die verbindingen blokkeren... Ja. Belangrijke factor. Waarom ben ik zo stellig? Als het lukt, en realiseer je dat die kinderen, want dat zijn het... Die zijn natuurlijk al bij de dokter geweest. Of ze zijn al bij de specialist geweest. Ja. En ze zijn eigenlijk bijna in paniek. Ja, ze zijn in paniek. Ze willen dat er wat gebeurt. Ja. Maar ja, meestal worden ze afgescheept met... Ja, dat zit tussen je oren. Ja. Nou, dat klopt in zoverre dat je centrale zenuwstelsel... Dat zit tussen je oren. Ja. Maar waar ik net even heel sumier wat over uitlegde... Die hersenen zijn zo complex. Dus het is zo'n wonder waar wij ons in bewegen als mensen. Het is zo briljant. Tim, het is zo briljant... hoe dat allemaal werkt. Ze worden gewoon naar huis gestuurd. Dat zit tussen je oren. Of we doen allerlei onderzoeken en we gaan het labelen. Ja, maar je hebt ADHD. Oké. Of je hebt ADD, of je hebt PDD-NOS, of je hebt... Dat zijn labels. Ja, dat zijn geen oplossingen. Heel makkelijk, hè? Om alsmaar te labelen. Je hebt een auto-immuunziekte. Wat onzin is trouwens, ga ik even direct zijn. En dat zeg ik al heel lang, heb ik altijd tegen mijn cliënten gezegd. Er bestaan geen auto-immuunziektes. Het is niet zo, want in een auto-immuunziekte zou het zo zijn... dat het immuunsysteem van het lichaam zich tegen het lichaam zelf richt. Als je kijkt hoe intelligent dat lichaam in elkaar zit... en ik kan het niet bedenken, dan is dat heel onlogisch. Het lichaam doet dat niet. Het lichaam gaat niet zichzelf vernietigen. Het lichaam is geconstrueerd om zichzelf te helen... zichzelf te genezen. Ja. Ik heb dat aan mijn lijve ondervonden, want medisch gezien werd mij een hele sombere diagnose gegeven. En ik ben eruit gekomen. Ik ben nu 56 en ik loop als een kiwiet. Ja, ik ben fit. Toch een paar tips ook voor de mensen misschien thuis om meteen toe te kunnen passen. Als een mens ziet of luistert dit gesprek, denk ik, hey, ja, potverdorie, ik wil eigenlijk hier mee wat doen. Ook al zijn het er twee dingen waar men meteen mee aan de slag kan gaan. Heel simpele dingen. Drink bleekselderijsap op de nuchtermaag. Mm-hmm. Dus iedere ochtend? Iedere ochtend, 500 milliliter. Wacht een half uur voordat je wat anders doet. Als je dat niet opbrengt, drink een half liter tot een liter water met een uitgeperste citroen op de lege maag. Zorg dat je... afvalstoffen uit je lichaam. Ik kan even opratelen wat er in een zware metalen detox zit. Maar ik weet niet of dat heel handig is. Nee, maar het gaat misschien wel inderdaad om deze... Zorg dat je... let op dat je vooral onbewerkt voedsel eet. Ik ben een simplist. Weet je wel, in de regel is het zo, zoals het groeit... is het toch wel het beste voor je. En wij hebben in onze cultuur toch de vreemde neiging om van alles uitvoeding te halen wat erin hoort te zitten. En er vervolgens van alles in te stoppen wat er niet in hoort te zitten. En je lichaam werkt als een soort computer wat dat betreft. Die heeft een soort van informatie van hoe, en dat is een wonder op zichzelf, onze spijsvertering. We kunnen wel medisch wetenschappelijk heel druk doen over enzymen, maar we snappen natuurlijk geen ene bal van die spijsvertering. Dat is zo complex. En zo wonderlijk, ik bedoel, ik heb vandaag van alles naar binnen gegooid. Ik let heel goed op wat ik eet. Maar mijn lichaam weet wat het is. Weet wat erin hoort, weet wat er niet om, weet waar het naartoe moet. Ja. Ja, ga dat maar eens bedenken. Ja. Het waren bananen, het waren bosbessen, het was zoete aardappel. Weet je wel. Even globaal wat ik gegeten heb, bleekselderijsap uiteraard. Weet je wel. Water met citroen heb ik ook gehad. Ik doe dat standaard. En het levert mij zoveel op... zeg maar, god, dat jij de discipline hebt. Nou, als je zo shit gevoeld hebt als ik. Ja, dan wil je wel. Dan wil je wel, ja. Want wat leeft het vooral op, Fred? Vitaliteit, energie, maar vooral veel meer rust en helderheid. Dus veel mensen, heel veel mensen, zijn in een continue staat van overprikkeling. Mm-hmm. Dat is niet alleen maar psychisch of emotioneel. Maar dat is wat ik net uitlegde. Als je dat zenuwstelsel en die hersenen, wat een elektrisch systeem is... Ja, als daar zware metalen, andere afvalstoffen in komen. Als er virale afvalproducten in komen. Want dat is een enorm probleem. We hebben een enorme virale belasting in de populatie. Waarvan de herpesvirussen in combinatie met zware metalen neurotoxinen produceren. Dat zenuwstelsel doet dan op dit moment gewoon dit. Omdat het overprikkeld is. Er zitten stoffen in die daar niet horen. Dus je lichaam schiet eigenlijk in een soort afweerreactie. Dus... als je daarover nadenkt, hè, wat ik zeg van... hey, die dingen die doorbreken de bloed-hersenbarrière. Het komt in mijn hersenen. Op een gegeven moment zit daar een soort van chemische soep.
waardoor al die schakelingen niet meer goed gemaakt worden. Dat in zichzelf kan al leiden tot depressies. Want dat is wat ik toch wel van veel mensen heb gehoord de afgelopen tijd. Van, ik snap er geen bal van. Ik heb een leuk leven. Eigenlijk heb ik een leuke baan en ik heb een leuke partner en ik heb leuke kinderen, bij wijze van spreken. Maar ik voel me shit. Ik heb brain fog, kan niet helder meer nadenken. Ik voel me zo depressief als wat. Wat is er aan de hand? Dat is niet eens een psychisch of emotioneel probleem. Het is een zuiver fysiek probleem geworden. Waarin wij belast worden. They dumb you down. Ze houden je vast in een hele lage frequentie. Mm-hmm. Waarbij het eigenlijk... Jij hebt ook gemerkt toen, door wat je bent gaan doen, dat je ook veel helderder werd. Mm-hmm. Dat je eigenlijk zou je kunnen zeggen, van, plop, je ziet dat bewustzijn opklaren. En dat, want dit vind ik wel een hele mooie. Als in... De kracht van ons bewustzijn, waar jij het ook, waar we het eerder ook over hebben gehad. Ja. Maar dat en ook het weet ik veel, het manifesteren of in die hoge frequentie blijven zitten. Maar dat wel dit stuk voeding eigenlijk dus soms ook nog wel achterwege blijft. Ja, ik wil daar even op inhaken, want ik vind dat. Ik noem net Joe Dispenza, die ik zeer bewonder. Uitermate intelligente man. Ik raad hem ook vaak mijn cliënten aan. Luister eens wat van hem. Geweldig, ja. Dr. Joe Dispenza. Ja, hij is heel to the point. En ik noem het ook wel eens een beetje gekscherend alle positiviteitsgoeroes. Hmm. Waar voor mij een wel bedenkelijke kant aan zit. In de kern klopt het wat ze zeggen. Maar wat ik heb geconstateerd, dat is je moet positief denken, je moet positief denken. Uiteraard moet je positief denken. Maar als jou overkomt, wat ik net even schets, hè, zware metalen, bepaalde virussen in je systeem. De vorming van neurotoxine, het woord zegt het al, neurotoxine. Stoffen die... toxisch, giftig zijn voor ons zenuwstelsel. Zware metalen in je hersenen. Tim, dan kan jij proberen te mediteren wat je wil. Die connecties worden niet meer gemaakt. Hmm. Ik heb met hele gefrustreerde mensen gezeten die heel goed spiritueel ontwikkeld zijn. En zeggen, maar het lukt me niet. Ik probeer te mediteren, maar het lukt me niet. Ik knetter. Ik verlies het contact met mijn lichaam. De contactpuntjes zijn gestoord. Hè? Of ik zeg ook wel eens, van als ik hier licht wil hebben, dan moet ik toch de stekker in het stopcontact steken. Als er propjes papier in dat stopcontact zitten, dan kan ik duwen met die stekker, maar ik krijg geen licht. Heel simplistisch gesteld, dit is mijn stoffelijke lichaam, dit zijn mijn energetische lichamen, of zullen we uitgaan van één. Als ik leef, in het gunstigste geval, grijpt dat eigenlijk zo in elkaar. Dit is de ideale situatie. Dat gebeurt niet meer. Dan gebeurt dit. De verbinding wordt... De verbinding is gestoord. Of zelfs dit. Mensen zijn gedissocieerd. Ik bedoel het letterlijk. Ze zitten niet... Ze vluchten uit hun lichaam. Zie je daarin nu wel, als het dan ook... Want over deze tijd en over de verandering... Zie je er wel iets positiefs? Ook uitermate. Dit, ja. Uitermate. Want daarom... De informatie van de positiviteitsgoeroes, noem ik het even voor het gemak, is uitermate belangrijk. Ja. Maar als je dat lichaam niet ontdoet van zijn verontreinigingen, als we die twee, en dat is wat ik probeer te doen in de praktijk, kunnen we die combinatie maken? Ja. Kunnen we je hersenen, je zenuwstelsel, je lichaam ontdoen van deze storende factoren en dan zie je mensen helder worden. Wat zou dan in het grote geheel de uitkomst kunnen zijn? Als er dus dat soort dingen allemaal... Die uitkomst ligt vast, dat is zeker. We gaan nu in die shift waar je me naar vroeg. Dat is het tijdperk van het bewustzijn. Je refereerde aan een lezing die ik heb gegeven, inderdaad. En ik denk niet dat we er nu tijd voor hebben, dat weet ik niet. En anders doen we het een ander moment. Ja, gaan we doen. Want dat is... Al bij een event gaan Dat is zo fascinerend. Fascinerend, de enorme kracht van ons bewustzijn die nu ook wetenschappelijk zichtbaar wordt gemaakt. Denk aan dingen als telepathie, denk aan dingen als telekinese, denk aan dingen van, wij hebben enorme vermogens. Op het moment dat ik mij dat besef, als ik besef van, verrek, weet je, ik ben een energetisch wezen, ik ben een bewustzijn wat zich hier manifesteert, dan is het eigenlijk niet meer mogelijk dat er controle op jou uitgeoefend wordt. Dat heeft heel erg te maken ook met ons gevoel voor eigenwaarde. Jij hebt je toch ook ontworsteld aan het systeem, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja.
Ja, ook niet altijd even makkelijk als in... Nee, maar ik ga jou ook nog een keer interviewen. Ja, dat wel grappig. Ja. Gaan we een keer doen. Dan gaan we even gelijk daar zitten, ja, hier zitten. Ja, heb ik zin in. Nee, maar wel als in inderdaad. En ja. Dat is natuurlijk wel wat er nu ook wel, denk ik, in mijn optiek gevraagd wordt. Is inderdaad, die komen die allemaal wel op een soort... Nou ja, of een keuze is misschien een groot woord, maar wel op het stukje inderdaad. Welk pad ga je volgen van je hart of van je... Ja, en dit is mijn ding. Jij zegt een keuze. Maar als jij, en dit wordt onderschat, hè, als je vol zit met zware metalen, met al die verontreinigingen, met virale belasting, je hebt geen energie meer, je bent afgeschermd in je bewustzijn, dan heb je geen keuze. Nee. Wat denk je, dat die mensen allemaal voor de lol antidepressiva slikken? Niet. Nee, en ik ga je niet personen benoemen, maar je kent ze. Die 15 jaar of langer. Ja. Die, terwijl er nooit meer naar ze omgaan. En dat reken ik de medische wereld wel aan. Ja, daar neem ik ze hoogst kwalijk. Die mensen komen bij mij. Die slikken 15 jaar of langer dezelfde antidepressiva. Vaak ook nog in een hoge dosering. En er is nooit meer naar ze omgekeken. Nooit meer. En dan vraag ik ze van... ben je wel opgeroepen voor een gesprek na enige tijd? Nee, nooit. Hebben ze je nierfunctie gecontroleerd? Want dat moet als je dit middel gebruikt. Nee, nog nooit. Hoe gaat dat dan? Ja, ik bel naar de praktijk en dan leggen ze een herhalingsrecept klaar. Ja, en dan val ik even stil. En dan denk ik, ja, maar zo kun je dus niet met mensen omgaan. Dat vind ik niet correct. En het zijn geen onschuldige middelen. En ze berusten voor het grootste deel op zware metalen. Heel slim bedacht. Want ja, die dingen die hebben invloed op je gemoedsgesteldheid. Daar heb ik het net over gehad. En dat vind ik heel sterk. En ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Anthony Williams steekt altijd zijn nek uit. En die zegt van... Spirit of Compassion maakt onderscheid tussen... geheime medische wetenschap en publieke medische wetenschap. Classified medical science. Dat is niet waar artsen in opgeleid worden. Die mogen dat helemaal niet weten. Maar op dat niveau weten ze heel goed hoe het werkt. Met zware metalen in de hersenen. En met virale belasting. En de combinatie. Al meer dan 100 jaar worden er virussen geproduceerd in laboratoria en in de populatie losgelaten. En ik weet dat al lang. Ik heb alleen nog de bevestiging gehad, zeg maar, van Anthony Williams, die daar ook over schrijft. Nou, toen hij daar wat over zei en over de zware metalen, they dumb you down, this is mind control, boep, weg TikTok-account. Ja. Floep, weet je wel, en nu zit hij dus op Rumble en zo. Maar dat is altijd shadowbanning, weet je wel, dat is hoe ze dat spelletje spelen. Maar ik heb wel het gevoel dat dat eigenlijk bijna nu niet meer te stoppen is. Als in dat is niet te stoppen. Dit is, dat is zo'n kreet, maar die is ook echt waar. Hè? Nothing can stop what's coming. Die omwenteling in de energie, die verandering in frequenties, die gaat door. Wat ze ook proberen, dat is niet te stoppen, want dat is zoiets groots. Is het daardoor ook dat je nu zoveel shit zo naar boven komt? Blijkbaar, en ik vind dat niet leuk, Tim, maar blijkbaar moet het geëxposeerd worden. Blijkbaar moeten wij toch als mensheid zien van, krijg nou wat. Dit is wat er gebeurt, dit is wat ze doen. Kijk naar de financiële wereld, kijk naar de machtsblokken. Dit is al een tijd bezig, hè? De machtsblokken uit het verleden, voedingsmiddelenindustrie, farmacie, politiek, financiële wereld. Het staat toch allemaal tegen het licht? Ja. Ik bedoel, nu zijn er toch wel heel veel mensen die doorhebben dat het financiële systeem... Nou ja, het is al dood, weet je, maar dat het gewoon niet kan wat er gebeurt. Hoe wij belazerd worden, hoe we van jongs af aan... Je wordt continu bestolen. Ja. Ja. Het is gewoon bizar. Niet om die zin om het te beklagen, maar het is toch wel echt waar... dat ik de helft van het jaar gewoon voor de Belastingdienst sta te werken. Ja. Vind ik tot daar aan toe, maar als ik kijk wat die koekenbakkers daarmee doen... dan word ik heel chagrijnig. Ja? Als ik ineens ga bedenken van, hé, ik draag bij... aan het salaris van bepaalde politici, ja, dan word ik wild. Ja. Ik denk van, oh, god. Hè? Oh, ja. Verschrikkelijk wat ze doen. Ja. 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 Dus je wordt continu vastgehouden op verschillende terreinen... in een soort van uitzichtloze situatie als je niet oppast. Dat hoor ik ook van andere ondernemers. Weet je wat van, laatst zei ik, ja, je betaalt 50% belasting. Nee, zei iemand terecht, ik betaal 70% belasting. Ik zei, ja. Ja, hij zei, want ik betaal ook nog belasting over alle producten die ik koop. Ja. En dingen die ik doe. Moet ik ook allemaal belasting over betalen? Ik denk, ja. Ja, zo worden we eigenlijk continu mijn vriendin zei het nog, die werkt net als ik, ook voor zichzelf. Die zei, ik heb altijd maar het gevoel, ik kom niet verder. Ik werk met de pleuris, maar ik kom gewoon niet verder. Ik zei, nee, dat is ook niet de bedoeling dat je verder komt. Nee. Wij moeten op dat niveau blijven functioneren. Nou, het is gedaan met ze.
En dat zeg ik, weet je, mensen zijn somber, maar ik zei net van ik meet dat af aan een periode van ruim 30 jaar. Ja. Denk ik, oh ja, jongens, dat voel je ontzettend, dat zie je gebeuren. Dus ook zie dat gebeuren. Wat wil je vertellen? Wat denk jij als je nou 20 jaar geleden begonnen was met Univibes? Nee, maar dat is natuurlijk het allermooiste. Wat ik nu ook zie gebeuren, zelf bij mezelf, maar ook gewoon wat het allemaal doet en in beweging zet. En dat we binnen zo'n korte tijd zoveel views halen. En het gaat mij niet voor mijn ego-stukje, maar het gaat mij vooral om te zien wat er zoveel gaat. Ik weet dat je bij me kwam toen jij op akelige wijze op een non-actief werd gezet, omdat jij je uitsprak over dat COVID-gebeuren. En toen hebben we het erover gehad en toen zei je, ik wil het doen. Ja. Nou ja, waar is dat op uitgekomen? Toen zijn we begonnen bij Henk in de schuur. Ja. Met bijeenkomsten in de lockdowns. Ja. Geweldig. Wat, als we nou eens 30 tot 50 mensen daar hebben. Ja. We hadden 180 man meer, weet je nog? Ja, ja inderdaad. Wij, nee jongens, het is vol. Ja, echt dat. Ja. Echt begonnen we inderdaad. Ja. En dit, hier ben ik echt van overtuigd, Tim. Weet je wel, je ziet nu die omschakeling. Maar onder de oppervlakte, je ziet nu nog de controlemechanismen. En dan zie je de reacties op Twitter. Oh, man, dat is lachen gewoon. Er zijn steeds meer mensen, maar dat zijn meestal niet de schreeuwers. Wij zijn niet degene die dingen te verliezen hebben. Ik word hier niet agressief van. Ja, soms wel als ik de schade zie die aangericht wordt. Hè. Ja. Ook met bepaalde injecties. Hm. Ik word daarmee geconfronteerd in mijn werk. Dan word ik een beetje serieuzer en dan schiet ik bijna vol. Mensen die ter goeder trouw hebben gedacht van ik doe iets goeds en nu met de shit zitten. Ja, niet mooi. Niet mooi. Ja. En dit is nog niet klaar. Ja, Fred, wij zijn alweer lekker lang aan het lullen en we gaan het ook nog wel vaker doen. En met events of wat dan ook, want je hebt zoveel boeiende kennis. En toch de allerlaatste vraag. In dit tijdvak waar we nu in terechtkomen, je bent positief. Kijk je ernaar, wat wil je toch nog aan de mensen meegeven die af en toe ook inderdaad zich wel eens eenzaam voelen of wat dan ook? Je bent niet alleen. Daarom gaf ik even het voorbeeld van. En ik weet ook, en dat is ook het enthousiasme in jou, maar ook in mij, dat we zo'n avond neerzetten en dat die mensen zo blij zijn. Ja, dat is dan wel mooi om toch even te vertellen. Ja, inderdaad, is dat, je echt gewoon wel events hebben we ook wel gedaan en dat daar mensen binnenkwamen en gewoon huilend. Huilend. Omdat ze de vibes voelen. Of je en tig keer bedanken, weet je wel. Kom thuis. Of, ik ken er weer tegen en ik heb zulke mooie contacten. Dat is waar dit toch ook om te doen is. Ja. Together we create of in liefde verbinden. Ja. We moeten het samen doen. Het is niet ik, het is wij. Mooi. Ja. En je bent niet machteloos. Mensen zijn bijzonder krachtige wezens. Oké, we zijn onderdrukt, we zijn afgesneden van onszelf, maar er zijn heel veel mogelijkheden. Ik heb zelf een traject van, noem het 40 jaar afgelegd, om te komen waar ik nu ben. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Het is ook niet makkelijk geweest, maar wel uitermate waardevol. Want ik heb die dingen voor mijzelf in ieder geval aan de realiteit kunnen toetsen. Klopt dit? Klopt dit? Ik ben niet iedereen, maar ik heb ook toen gedacht van, hey, ik ben hier uitgekomen. Voor mij heeft het gewerkt, wellicht werkt het ook voor andere mensen. Nou, gelukkig werkt het ook niet voor iedereen. Ik kan niet iedereen helpen, dat wil ik wel, maar dat kan ik niet. Mm-hmm. Maar het blijkt toch wel voor heel veel mensen te werken. En ik zou het liefst, en daarom zit ik hier ook, kennis delen. Van jongens, wat kunnen we doen? Ik heb hier, vind ik, een heel belangrijk aspect daaraan. Er zijn mogelijkheden om zware metalen te ontgiften. Wees voorzichtig, het moet zorgvuldig gebeuren. Mm-hmm. Want ik zie ook dingen op internet dat ik denk van nee. Mm. Misschien goede intenties, maar dit is niet oké. Er zijn een aantal, dat is fascinerend in mijn vlak, van die gezondheidstrends die uitermate schadelijk zijn. En waar heel veel in geïnvesteerd wordt, dat is ook weer een ding. En een van de wonderlijkste fenomenen vind ik de internetdokter. En hier word ik cynisch. Dan word ik ook echt cynisch. Want sorry mensen, weet je, dat zijn vaak mensen die hebben dan zogenaamd het licht gezien. Ze hebben nog nooit een patiënt behandeld. Ja, maar ze komen op internet. Ik ben dokter die en die. En ze slaan wartaal uit, onzin, schadelijke dingen. Maar ja, ze zijn wel artsen. Ja. Er is geen controle op. Er is geen... En dat is wat
het alternatieve vlak dan altijd verweten wordt van ja, maar dat is niet wetenschappelijk. Nou, dat is A, niet waar. Maar B, aan de andere kant is er ook maar heel weinig wetenschap, echte wetenschap. Hm. Ja. Dus wat wil ik ze meegeven? Ik wil ook nog even meegeven van, want je noemt net hier de technicus die hier zit. Ik heb hier al een keer eerder gezeten als pilot. Mm-hmm. Dit gebeurt allemaal tot op heden op vrijwillige basis. Hè? Mm-hmm. Die mensen werken zich 3 slagen in de ronde. Ik bedoel, ik zit hier gewoon, vind ik leuk. Ik hoef daar niks voor te hebben. We doen dat gewoon, want het is belangrijk dat het gebeurt. Maar er staat hier apparatuur. Dit is een enorme investering. We moeten het met z'n allen doen. En hoeveel kijkers had je laatst, zei je? Nou, we gaan met 1 uitzending. En zeker wanneer dit nu uitgezonden wordt, ik denk dat we richting 80.000 misschien wel gaan. Ja. 90, ja. Ja, ja. Moet je eens kijken, als alleen maar de helft van die mensen 1 euro zou doneren. Ja, ja. Hoeveel we dan nog meer zouden kunnen doen. Het lastige is, ik vind het mooi dat je het zegt, Fred. En zeker ook richting de waardering van onze technici en mensen. Maar ook mensen die s'nachts gewoon de video aan het editen zijn. Tot 4 uur s'nachts. Mensen hebben soms geen idee wat er moet gebeuren om een platformronde. We hebben het alleen nog over dit stuk. We hebben het nog niet eens over alle mails en social media en dingen. En je wil met elkaar gaan bouwen. Je wil met elkaar die verbindingen slaan. En mensen ondersteunen. Ja. Maar inderdaad, wat men op een of andere manier ook lastig vindt nog steeds, is het stuk geld. Als oh ja, wat ik heel snel hoor je dan, oh, dat is een verdienmodel, of wat dan ook. En ik worstel daar soms zelf mee en ik denk, oh, men heeft echt geen idee. En ook echt geen idee wat het allemaal... Maar wij moeten ook met z'n allen nog steeds aan het draaien houden, maar ook nog de brood halen van het gezin. Ja, ik wou zeggen, jij moet toch ook eten? Ja. Je hebt toch ook een kind? Ik heb ook kinderen, ik moet ook eten. Ja. En dat is mij ook, vooral in het vlak waar ik actief was. En ik heb daar enorm mee geworsteld toen ik jong was. Want ja, maar jij hebt een gave. Nou, wat ik doe is niet aan mij voorbehouden. Ik ben zelfs van mening dat iedereen dat kan. Hm. En dat is een van de dingen die wij als mens, die ook in veel mensen wel aanwezig zijn, maar geblokkeerd. Maar dan moest ik dat altijd maar voor niks doen. Nou, dan had ik het niet lang volgehouden, Tim. En dan was ik gewoon doodgegaan van de honger. Ja. En maar jij hebt toch een gave? Ja, Elvis Presley had toch ook een gave? Weet je wel, Michael Jackson had ook een gave. Ja. En daar wordt dan grof voor betaald, want dat is allemaal in orde. Ik vind toch dat ik echt iets bijdraag, probeer bij te dragen. Ja, en dit vind ik wel, ik vind het ook storend. Ik heb heel veel moeten investeren, bijvoorbeeld in mijn gezondheid. Aan wat ik benoem, aan alternatieve therapieën, aan onderzoek, aan... ik heb zelf ook met groepen mensen gewerkt, weekenden georganiseerd. Ja, dat moet allemaal betaald worden. denk van, sorry, iedereen zegt dan van ja, maar mijn gezondheid is het allerbelangrijkste. Ja, totdat ze er iets voor moeten betalen. Ja. Ik heb wel iemand gevraagd, die vond dat hij mij veel moet betalen. Ik zeg 2 dingen. Ik zeg, als ik alles mocht houden, dat was leuk. Ja. Maar sowieso de helft gaat sowieso weg. Ja. En voor de rest moet ik eten, drinken, mijn gezin onderhouden, weet ik wat. Ik zeg maar, wat kost jouw auto per maand? Ja, daar was hij even stil van. Ja, maar die kost toch wel een stuk minder dan wat hij mij moest betalen. Of een stuk meer dan wat hij mij moet betalen. Noem maar iets. Ja. Dus ja, waar leggen mensen de waarde? Zeker in dit tijdvak, hè, met de factoren die ik benoemd heb. Van jongens, let alsjeblieft op je gezondheid. Mm-hmm. Wees kritisch op wat je aangeboden wordt qua voeding. Ga, wat mij betreft, verdiep je erin. Mm-hmm. Doe iets voor jezelf. Want het is niet zo dat de voedingsmiddelenindustrie bezig is met jouw gezondheid. Dat is een goeie. Ja. Hey Fred, en we zijn positief, gaan we een hele mooie tijd tegemoet. Oh, absoluut. Ondanks dat het misschien best wel even... Dat deze kennis nu beschikbaar komt. Ja, prachtig. Dat ons oplossingen geboden... Er worden onze oplossingen geboden. Ja. Ja. Op verschillende terreinen. De kennis die beschikbaar is over het bewustzijn... denk niet dat mijn ouders daar de mogelijkheid toe hadden. Nee. Ik noem even, en er zijn er meer natuurlijk, maar op gezondheidsvlak, Anthony William benoem ik, die vent die werkt 20 uur per dag, hè? Dat is onbegrijpelijk hoe hij dat doet. Die heeft 7 boeken gepubliceerd, Tim, in een paar jaar tijd. Ja. Helemaal packed, weet je wel, gewoon vol met compacte informatie. Ja. Joe Dispenza, ze allemaal, iedereen is natuurlijk... Alles wordt ons aangeboden en er zijn dingen die moet ik gewoon... Dat zeg ik ook tegen mijn cliënten. Er is een deel wat ik kan doen, dat weet je. Ja. Dat doe ik ook, maar het belangrijkste deel doe je zelf. Ja, dat is wel een goed stuk om nog te zeggen. Je hebt de kracht,
Ja. Je hebt het vermogen, je hebt een zelfgenezend vermogen. Je bent niet zomaar iets. Mooi. Je bent niet zomaar iets als mens. Je bent niet machteloos. Daar rond ik het mee af, Fred. Ja. Ik ben je ongelooflijk dankbaar voor deze zeer inspiratie, vol met kennis en waar men wel echt wat mee kan. Dat hoop ik. Mee aan de slag kan gaan. Ontzettend bedankt voor je komst. Ontzettend bedankt wat je ook weer voor mij doet. Nou ja, bedankt voor de uitnodiging, Tim. En ik hoop dat we in ieder geval, dat is ook wat wij willen doen, dat we in ieder geval dit soort informatie kunnen delen met mensen waar ze echt wat mee kunnen. En dat we dan samen met elkaar kunnen gaan bouwen aan iets moois voor onze kids en voor onszelf. Hm? Dat was de bedoeling. Ja, ik heb kinderen, jij hebt een kind. Ja, daar zit ik hier voor. En jij ook, weet ik. Absoluut. Ja. Absoluut. Dankjewel, Fred. De wereld iets beter achterlaten dan dat we hem hebben aangekomen. Precies dat. Ja. En jij bedankt voor het kijken en voor het luisteren aan deze hele boeiende Vibes Talk. En ik hoop je heel gauw weer te zien bij een nieuwe. Ciao, ciao. Met mijn rechteroor hoor ik wat je zegt. Met mijn linkerhoor voel ik wat je zegt. En daardoor kreeg ik een soort wantrouwen met volwassenen, omdat het wat ik voelde en wat ik hoorde niet klopte.